Waar komt dat geluid vandaan? En dit is de uitvinder? Is het nou toegepast kunst? Wat is het? Toegepast kunst. Ik voel. Heet het zo? Ik ben Loek. Dus ik heb me misschien al met een zonde aan het vastgekomen. Ik wil graag wat zeggen over wat deze plek voor mij betekent. En dat is namelijk vrijheid. Ik voel me onwijs hier thuis, omdat ik kan doen wat ik wil, zeker in de muziek. En dat is ook iets wat ik heel waardeer, wat ze net hebben gespeeld, is muziek uit andere landen. Want muzikanten die zeggen wel doorgaans dat ze zeer vrij zijn om te doen wat ze willen. En toch houden ze zich dan aan muzikale conventies, zoals 12-tet. Ik weet niet of jullie weten wat 12-tet is, maar dat is een beetje het metrisch systeem van de muziek. Dat is het octaaf in 12 gelijke stukjes verdeeld. En daar kan je wel heel erg veel mee, maar het klinkt alleen maar op de radio. Je hoort nooit iets anders. En dat is wel een beetje een tyrannie geworden, denk ik zelf. Dus, ik laat jullie graag wat horen, wat muziek op het in mij is opgekomen. Oh wacht, er zit één niet zo muzikaal ding bij. Ja, daar kan ik natuurlijk niet mee spelen. En dit instrument is nooit gestemd. Dus het is gemaakt en het is nooit gestemd. En daardoor moet je maar werken met de tonen die je hebt. Dus dat ga ik jullie even demonstreren. Deze is de laatste. Bless me. Kinderwagen, hè? Dat is een kindje, hè? Dat is een kindje. Ja. Oh. Maakt niet meer geluid. Ja, ik zie ze.